Maar de bedoeling is dat de producten verdeeld worden over de dozen heen, zodat iedereen een pakket kan krijgen. Uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben, die geen geld hebben om naar de supermarkt te gaan om eten te kopen. Bent u altijd al arm geweest? Nee, ik heb een hele rijke periode gekend. Ik werkte in het uitgaansleven. Werd ik opgehaald met een limousine. En in die limousine stond champagne. En daarna gingen we uit eten. En toen 's nachts moest ik werken. Toen werd ik ineens ziek. Ik kreeg kanker. En toen moest ik een jaar lang allemaal behandeling ondergaan. En daardoor kreeg ik chronische pijn, waardoor je ook minder kan werken. Dus ik verdiende weer veel minder. Dus het is een beetje uitzichtloos wat betreft rijker worden. Waarom ik hier tegenover jullie sta, is omdat ik 5 jaar lang een gokverslaving heb gehad. Een gokverslaving? Dat is zo erg uit de hand gelopen dat ik in totaal 25.000 euro heb gegokt. 25.000? En ben je er nu van af? Ik heb eigenlijk gewoon mijn bankpas heb ik letterlijk aan mijn broertje gegeven. En ik heb gezegd, luister, ik kan mijn rekeningen kan ik niet beheren. Jij moet het voor mij doen. En sindsdien gaat het eigenlijk goed. Wat was het vervelendste aan het arm zijn en het geen geld hebben? Het vervelendste van een verslaving is dat op het moment dat je geen geld hebt en je hebt bijvoorbeeld vrienden die zeggen, kom, we gaan even naar de bioscoop, dat je dan toch nee moet verkopen. En dan ga je natuurlijk iets anders zeggen dan, ja, ik heb geen geld. Dan zeg je bijvoorbeeld van, ja, ik heb huiswerk te doen of ik heb het te druk. Hoi. Willen jullie een voedselpakket? Ja. Nou. Ja. Jullie werken of? Ja, en we gaan fulltime naar school. En in het weekend, maar zij door de week ook. Ja, ik werk elke dag, letterlijk elke dag. Hoeveel houden jullie dan over per maand qua? Ik denk dat mijn kosten rond de 1300 euro zijn per maand. Mijn vaste lasten in totaal. En ik verdien ook rond dat bedrag per maand. Ik ga dan ook echt kijken van, nou, zoveel heb ik over. 5 euro voor in een week, zeg maar. Als een voorbeeld. Nou, dan weet ik dat ik daar in ieder geval een zak aardappelen, grote zak aardappelen van kan kopen en een hele week van kan eten. Maar jullie kunnen dan dus ook niet sparen of? Nee, sparen gaat sowieso niet. We waren allebei al heel vroeg uit huis gegaan. Een meisje was uit huis gegaan. Andere meisje waar de ouders dood van gegaan. Hij was gevlucht uit haar eigen land hier naartoe samen met haar zus. En eentje had ook een dochter. En ze zaten allebei nog op school. Vind je dat het je eigen schuld is dat je arm bent geraakt? Ik denk dat wij niet dat steun hadden of iemand hadden die ons ook wel kon adviseren of begeleiden. En dat zijn meestal je ouders of één van je ouders. Denken jullie dat jullie ooit nog uit de armoede gaan komen? Ik hoop het. Ik hoop het, maar hoe het nu eruit ziet, denk ik niet. Want ik ben bang dat mijn dochter ook hetzelfde gaat meemaken wat ik eigenlijk meemaak. Ik denk ook wel dat, tenminste bij mij is dat persoonlijk, dat ik nog steeds niet het gevoel heb dat mijn harde werk beloond wordt. We moeten een keer gewoon geluk hebben in ons leven. Dus die mensen die hebben gewoon geen geld en dan krijgen ze zeg maar rekeningen. En die moeten ze dan betalen, ook al hebben ze geen geld. Nou, dan hebben ze uiteindelijk wel een klein beetje geld, dan kunnen ze die weer betalen. En dan krijgen ze weer rekeningen. Dus dan is het een soort van cirkeltje waarin ze eigenlijk nooit echt geld hebben. Want dat moeten ze de hele tijd weer uitgeven aan die rekeningen. Dus dan blijven ze arm. Ja, nou, zeker vanwege je dochtertje. Oh, en my God. En ik vind dat echt heel erg. En ik wil haar ook, dat zij ook gewoon, en jij ook, dat jullie het misschien gewoon deze maand. En we spelen een experiment en daarin heb ik nou eenmaal gewoon heel veel geld gekregen. En ik wil je heel graag, nee, hier, oh. Hey. Hier, kom.